loop hier al weken mee rond. Ik kan het niet meer voor me houden. Nou, houd toch op. Ik weet dat Wiet het heeft gedaan. En nu kom jij ineens met het verhaal aanzetten omdat ze iets met je nichtje heeft? Aizen, alsjeblieft, nee. Luister naar me. Nee, ik heb al genoeg tijd aan jou verspild. Jouw broer is dood door mij. Door mij, door niemand anders. Ik was op weg naar het toilet en toen zag ik Ardeel ineens met Sjoerd in de garderobe. Ik weet dat het een tijd geleden is dat jij voor het laatst koken hebt gebruikt, maar jij kan me vast wel een adresje voor koken helpen. Veel koken. 5 kilo. Het is voor je eigen veiligheid dat je er verder niks van af weet, maar... Gast, ik zit echt in de shit. Jij bent een dealer? Nee. En jij hebt Wiet en Anna meegesleurd in jouw gezicht. Ik heb ze juist gewaarschuwd. En dan heb je ook nog het gore lef om mij om hulp te vragen? En jij stond de hele tijd toe te kijken, terwijl het over een grote kookdeal ging. Wat moest ik anders? Weggaan en de politie waarschuwen? Ik geloof je niet. Ardeel probeerde Sjoerd erin te betrekken, hem te dwingen om mee te doen aan die kookdeal. Ik kon niet meer helder denken. Sjoerd is verdomme verslaafd geweest aan coke. En Ardeel heeft Anna hier ook in meegesleurd. En? Toen Sjoerd weg was, toen ben ik achter Ardeel aangegaan. Waarom zet jij mij zo onder druk? Laat me met rust. Jij weet niet hoe Sjoerd was toen hij aan de drugs was. Maar hij is bijna aan de drugs. Ik sta niet toe dat jij mij zo meesleurt in jouw drugsprobleem. Heb je ons ontdekt? Ik probeerde hem nog vast te pakken, maar het ging te snel. Hij viel door de ruim. Het was een ongeluk. Jij dus. Naar jou ben ik al die weken op zoek. Ik was in paniek. Ik heb dit nooit gewild. Arvin! Hij is diezelfde avond in mijn armen gestorven. En dat spijt me. Dat spijt me verschrikkelijk. Mij ook. Ik heb je nu alles verteld en ik weet dat ik niks van jou kan verwachten. Ik weet ook dat ik nergens recht op heb, maar geef me alsjeblieft tijd. Want ik ben ongeneeslijk ziek. Ik heb ALS.